Dames en heren, welkom bij een nieuwe personage in onze Bijbelse reis. Na vader Abraham, na Isaac, na Jacob volgt nu Jozef. Zijn naam Jozef betekent toevoeging, toevoegsel. Want de schrijvers van de Bijbel naderden aan het einde van hoofdstuk Genesis. De opening van het volgende Bijbelboek, Exodus. En dan is de grote vraag: dat volk Israël dat voortkomt uit Jacob. Hoe kwam dat volk nu in Egypte terecht? Daar bij die Faro. Daarvoor hebben we nog één persoon nodig. We hebben nog één figuur nodig. We moeten nog iets toevoegen: een toevoegsel om ons daar in het doodsland Egypte, daar beneden in het dodenrijk van Egypte te krijgen, onze figuur Jozef. Ja, wie is Jozef? Jozef is een geslaagde Hollandse koopman, zou je eigenlijk kunnen zeggen. En wij zijn natuurlijk een beetje in het land van. steek je kop maar niet boven het maaiveld. He, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar niet voor Jozef. Want jarenlang is in ons land gezegd. Uh, Weet je, we zijn best wel calvinistisch. Je mag niet te groot worden. Hou het nou maar sober, hou het nou maar klein. Maar dat is niet het geval bij Jozef. Jozef mag je eigenlijk wel een koning noemen. Weet je wel, dat je wel eens tegen iemand zegt. Een beetje macho gedrag misschien ook. Een koninkie, zo mag je Jozef wel noemen. En het is een grootse figuur. Het is, het is iemand. Met geen gebrek aan verbeelding en fantasie. Hij droomt zichzelf een koning. Hij droomt zichzelf groot. Hij droomt zichzelf reuze groot. En dan denk je, ai, 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 hoogmoed komt voor de val. De hybris van dat pestveentje Jozef. Dat moet wel misgaan. Dat moet helemaal verkeerd aflopen. Maar de grote vraag die in de Bijbel altijd wordt gesteld is. Als je nou getalenteerd bent. Als je nou een gezegende figuur bent en je wil groot worden, ten bate waarvan wil je groot worden? Je bent gezegend, maar wat doe je met die zegen? Je bent getalenteerd, maar waarvoor zet je je talenten in? En niet zelden is het zo dat mensen die succes hebben, die groot worden, die. Uh, die als het ware steeds maar weer uitbreiden en hun rijk steeds maar weer van expansie voorzien, dat die op een dag groot worden ten koste van mensen in plaats van ten bate van mensen. Maar niet deze Jozef. Jozef, de gezegende, is een koning en hij droomt zichzelf. Zo groot dat zijn broers voor hem neerknielen. Hij droomt zichzelf met een bonte lijfrok als een hoogwaardigheidsbekleder. Alleen deze Jozef weet grenzen in acht te nemen. Deze Jozef weet zich groot te dromen, maar zegt ook: Oké, okay, pas op, de sky is de limit. Nee, de limit ligt al echt een stukje dichterbij. En als ik dan groot word en als ik dan de gezegende ben, dan ben ik dat ook ten goede van de mensheid dan geef ik mijn zegen ook door. Hoort u naar de nieuwe figuur, Jozef de Dromer. Hij komt niet van Joop in de Ende in het Beatrix Theater, maar hij komt van Ruben van Zwieten. En die heeft het weer uit Genesis 37, het eerste Bijbelboek. Jacob had Jozef lief, boven al zijn zonen, want een zoon van de ouderdom was hij voor hem. En hij maakte voor hem een bonte lijfrok. Toen zijn broeders zagen dat hun vader hem lief had, boven al zijn broeders haten zij hem en konden zij niet met hem spreken in vrede. En Jozef droomde een droom en berichtte het zijn broeders. Daarom haten zij hem nog meer. Hij zei tot hen, hoor toch deze droom die ik heb gedroomd. Zie, wij zijn schroven, bundel starven aan het binden. Midden op het veld en zie, daar staat mijn schoof recht op en blijft staan. En zie, jullie schoven komen rondom en buigen zich voor mijn schoof neer. Zijn broeders zeiden tot hem: Wil jij koning zijn? Koning over ons? Wil jij heersen? Heersen over ons? En zij haten hem nog weer meer om zijn dromen en om zijn woorden. En hij droomde nog een droom. Een andere en vertelde die aan zijn broeders. Hij zei, zie ik heb nog een droom gedroomd en zie de zon en de maan en de elf sterren buigen zich voor mij neer. Toen hij het vertelde aan zijn vader en aan zijn broeders, bestrafte zijn vader hem en zei tot hem, wat is dat voor droom die jij hebt gedroomd? Moeten wij komen, ik, je moeder en je broeders, komen om ons voor jou neer te buigen ter aarde? Ze benijdden hem, zijn broeders. Maar zijn vader bewaarde dit woord. En zijn broeders gingen heen om het kleinvee van hun vader te weiden in Sichem. En Jacob Israël zei tot Jozef: "Zijn jouw broeders niet in Sichem aan het weiden? Vooruit, ik wil jou tot hen zenden." Hij zei tot hem: "Hier ben ik." En hij zei tot hem: "Ga." En zie, naar de vrede van uw broeders Jozef ging achter zijn broeders aan en hij vond hen te dood dan. En zij zagen hem van verre. En voordat hij hun naderbij kwam, bekonkelde zij over hem dat ze hem zouden doden. En ze zeiden, de man tot zijn broeder, zie, daar komt die dromer aan. Nu vooruit, laten wij hem ombrengen en hem werpen in een van deze putten. Dan zeggen we, een boosaardig dier heeft hem verslonden. Ja, dan zullen we eens eens zien wat het met zijn dromen wordt. En het geschieden. Toen Jozef tot zijn broeders kwam, dat ze Jozef zijn bonte lijfrok uittrokken. De bonte lijfrok die hij droeg. En zij namen hem en wierpen hem in de put. En de put was leeg. Er was geen water in. En zij zetten zich om brood te eten. Jacob is Israël. Dat is zijn nieuwe naam. Hij krijgt de twaalf zonen. De oudste Ruben tot en met de jongste Benjamin. En de ene jongste is Jozef, onze toevoeging, onze toevoegsel. En deze Jozef is de getalenteerde, hij is de gezegende. We hebben hem nodig om de zegen voor te laten gaan. Hij is de mandela in de apartheid. Om een nieuwe toekomst mogelijk te maken. Hij is de Obama die roept in een tijd van ellende: Yes, we can change. Dat is deze Jozef. Maar we weten ook uit de wereldgeschiedenis. dat dit soort grote figuren. die grote woorden gebruiken, die grote dromen hebben en grote dromen dromen dat die op heel veel weerstand stuiten. Dat dat niet zomaar gaat, maar dat het vaak tegen de klippen op moet. En deze Jozef, ja. Je denkt ook een beetje, wat een irritant ventje, want die dromen die gaan niet over wereldvrede. Maar die gaan vooral over dat hij zichzelf, het narcistische ventje, dat hij vooral zichzelf grootdroomt. Maar dat zal maar moeten blijken. Het woord koning wordt hier voor het eerst gebruikt. En het woord koning is een centraal woord in de Bijbel. Uiteindelijk, tot en met het Nieuwe Testament, gaat het over een koning. Een koning die geboren wordt ergens in een stal. Wat niet heel koninklijk is. En uiteindelijk sterft aan het kruis. Wat ook niet bepaald heel koninklijk is. Want meestal word je geboren in een paleis. en krijg je een prachtige staatsbegafenis. Maar dat is in de Bijbel blijkbaar de koninklijke weg. Niet hoog en droog, maar laag bij de mensen die het moeilijk hebben. Laag bij waar de problemen zijn. En Jozef, dat zal ook blijken. is zo'n gezegende koning. die groot wordt ten bate van. De vrede van de shalom. Opnieuw is de broederschap hier op het spel. Want die broers die haten hem. Die zien hem van verre komen. En die denken daar heb je dat arrogante ventje. Maar die Jacob heeft niet zijn zoon Jozef lief als een soort vorm van voortrekkerij. Zo van nou hè, hij komt uit mijn derde of uh, vierde leg. Ik ben even de tel kwijt bij deze Jacob. Maar En het is zo eentje wat zo'n verwend uh, jochie is. Nee, Jacob is Israël. Hij is het volk onder de volkeren. Hij is de figuur die het voorbeeld moet geven. En die boodschap en die gave, die moet doorgaan. Die moet zich voortzetten in Jozef, door Jozef. En dus droomt Jozef zich groot. En hij droomt dat die andere broers zich voor hem neerbuigen. Want ze zijn op het veld. Het voorbeeld is een beetje ja, primitief van de akkerbouw. Ik weet niet precies wat schoven zijn, maar het is zoiets als een bundel tarwens met een soort strik eromheen. Die liggen normaal gesproken op het veld, maar wat Jozef dus droomt, is dat er precies, ja, je zou het niet geloven, maar elf bundels zijn die zich neerbuigen voor één bundel die overeind blijft staan. Dat moet natuurlijk dan Jozef zijn en die elf moet natuurlijk zijn andere broers zijn die zich dan voor Jozef neerbuigen als een soort koning. En onthoud u dit maar even, want dit beeld gaat zo dadelijk terugkomen als Jozef onder koning wordt in de zeven magere jaren van Egypte. En wat hij nog verder droomt is dat de zon en de maan en de elf sterren zich voor hem neerbuigen. Nou, ik kan u vertellen, ten tijde van dit verhaal, als de schrijver dit verhaal schrijft. Zijn de mensen aan de lopende band aan het buigen op de straten voor de sterren? Want de astrologie is een religie die live en kicking is. Mensen knielen voor de sterren. Maar wat bedenkt de schrijver? Dat die sterren, die natuurkundige elementen, zich juist voor Jozef neerknielen. Fantastisch, hij droomt zich zo groot. Hij is het middelpunt en de natuur voegt zich naar hem. Maar die vader Jacob. Die weet wel dat dit niet zomaar arrogantie is. En hij bewaarde dit woord. Hij bewaarde dit woord. Dat is iets wat Maria ook zal doen. Op het moment dat de engel aankondigt. Op het moment dat Jezus is geboren. En je denkt: wat is hier voor iets raars? Wat is hier voor iets geheimzinnigs aan de hand? Dit zou nog wel eens heel erg belangrijk kunnen worden. En die Jacob, niet voor niets, ook de gezegende, weet ook dat dat heel belangrijk gaat worden. En wat zegt hij tegen zoon Jozef? Ga kijken naar jouw broeders in het veld, ga kijken of jouw broeders in vrede zijn. Dat is natuurlijk een beetje een rare uitdrukking, je zou beter kunnen zeggen... ga gewoon even kijken of het lekker met hem gaat, of het goed gaat. Maar ga kijken in vrede met jouw broeders is, hoe is het gesteld met de broederschap? Nou, ik weet niet of je wel eens het NOS Journaal kijkt... maar daar kun je ook wel eens de vraag stellen... Ja, hoe is het nou eigenlijk in de wereld gesteld met de vrede, met de broederschap? Die ziet er vaker belabberd uit dan heel schoon. En dus zegt Jacob tegen de gezegende zoon Jozef. Ga. Het meest gebruikte woord in de Bijbel. Ga. En doe je roeping. Doe wat je op aarde bent. Ga doen waar je goed in bent, want mensen hebben jouw grootsheid nodig. Ga en zie naar de vrede van jouw broeders. En de weg van de gezegende, net zoals de weg van Jezus in het Nieuwe Testament. Die gaat door dalen, door dieptes. En die broeders die kunnen hem niet luchten, die kunnen de gezegende niet zien of staan, en die zien hem van een afstand komen. En dan beslagen ze, uh, bekonkelen ze een plan. En ze zeggen: laten we hem ombrengen, die enorme dromer. Laten we hem werpen in een van deze putten. Dan zeggen we dat een boosaardig dier hem heeft verslonden. <laughs> kunnen we nog eens kijken wat er met al zijn dromen komt? Die broers, die pakken de koning. Ontdoen hem van zijn kleed. En als je een hoogwaardigheidsbekleder van zijn kleed ontdoet. dan is hij naakt. dan is hij niet meer zonder. dan is hij niet meer met functie. En ze pakken hem. en ze gooien hem in een put. ze gooien hem in het graf. zoals ze Jezus. van al zijn kleren ontdoen. en hem in het graf werpen. en hij kruisigt. en hij gesterft aan het kruis. en in een put geworpen wordt. zo wordt ook hier Jozef in een put geworpen waar geen water in is. Het is geen bron waaruit we kunnen drinken. Het is geen inspiratiebron. Nee, het is een helse diepte. En in die helse diepte... daarin komt Jozef. En wat doen die broers? Die zetten zich neer om brood te eten. Want de ene is een dood... is de ander zijn brood. Zeker voor deze broers. Dat is de toestand van de broederschap... in Israël. Boy oh boy.